Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan en welkom bij Hexit, oftewel Minecraft Hexit Modded Survival. En ja, het werd weer tijd voor Minecraft op mijn kanaal, want de meeste mensen vragen het heel lang. Waar blijft je Minecraft? Want alleen Pixelmon gaat er niet worden, want ik neem ik namelijk op met anderen. En ik moest echt een solo serie in Minecraft hebben, dat moet echt. Je kan gewoon als YouTuber op een gegeven moment je kan gewoon niet zonder een Minecraft solo serie. Dus ik dacht, fuck it, ik ga een Modded Survival doen. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik ga dit soort dingen. Ik heb op een gegeven moment de Mega Pack of zo gedownload. En ik had de Crazy Survival. En allemaal modded survival dingen gedownload. Maar het werkte allemaal niet. Alles bleef maar crashen. En het ging maar mis. En het ging maar niet goed. En ik werd er een beetje helemaal gestoord van dat het niet werkte. En het is heel irritant, zeg maar, als zoveel download. Ik begrijp al niet zoveel van Minecraft. En het bleef maar niet werken. En ik werd er gewoon helemaal gestoord van. Dus ik dacht, fuck it. Ik ga eentje doen die ik wel kan laten werken. Dat is Hexit. Ik weet er niet zoveel van. Het is een mod. Ik weet alleen dat mods zijn in Minecraft. Oftewel extra aanpassingen. Zo, holy shit. The fuck gebeurt er allemaal hier? Maar ja, meer weet ik ook niet. Ik ben echt iemand die helemaal nieuw is in Hexit. In Minecraft, zeg maar, in de modwereld. Ik mod nooit in Minecraft. En ik dacht, het werd eens tijd om dat te gaan doen. Dus dat ga ik nu ook gewoon doen. En we spelen dus Hexit. En ik denk dat jullie er veel meer van af weten dan ik. Ik zie daar wel gebouwtjes. Is het een village? What the fuck is dat? Een penguin? In ieder geval, ja, we gaan dus Hexit spelen. En ik zie als eerste wat ik zie is een motherfucking penguin. What's up? Wat een geluid. En ja, ik vind het cool. In ieder geval, het is niet zomaar Minecraft. En is het ook... Oké, ik heb gewoon een gratis huisje waar ik ga gewoon hierin wonen. Ja, the fuck, bros. Ik heb een basishuisje, heb ik nu. Chill, ik hoef alleen maar een deur te maken. Ik ga gewoon hier wonen. YOLO, mijn huisje nu. In ieder geval, het gaat er dus om dat ik weer ga survivalen. En ik moest gewoon iets voor mezelf hebben. Ik bedoel, en ik had geen zin in de standaard Minecraft. Ik bedoel, dat doet iedereen al. Ja, ik weet ook dat heel veel mensen al Hexit doen. Maar ik zocht ook een beetje uitdaging. Want iedereen, het standaard gebeuren, dat is gewoon niet meer done, weet je. De standaard survival. Dus ik dacht, ik ga fuck it, ik ga Hexit spelen. Ik weet, een soort MMORPG-achtige Minecraft... Hi, back, fucking kut penguin. Een soort MMORPG-achtige Minecraft-serie, Minecraft is. En dat vind ik ook super dope. Wauw, je kan ook gewoon op je map kijken. Cool, en ik zie ook waar je bent. Dat vind ik wel awesome. Je ziet ook een mooi cirkeltje, zie je dat? Maar ik vind het wel cool, zeg maar, gemaakt. Dat je... Gewoon alles is anders. Het ziet er iets anders uit. Ik heb gelukkig Svex, de Svex texture pack erin kunnen krijgen. Het heeft ook weer even een half uurtje geduurd van mijn tijd. Ik bedoel, ik ben echt een Minecraft noob qua modden en dat soort shit. Dus gelukkig is het me gelukt. En ik heb gewoon vooral zin om eindelijk weer iets te doen in Minecraft Survival. Maar niet als de standaard survival. Dus ik moet ook heel veel dingen weer opnieuw ontdekken. Want dan is dus iedereen hetzelfde, weet je. Die oude shit, dat doet iedereen. En dat heb ik ook al 20 keer gedaan. Het is altijd hetzelfde. Het is een beetje saai aan het worden. Ik bedoel... elke keer hetzelfde, weet je, een gat maken in de muur en saaie survival, een beetje minen, een beetje dit en dat. En nu moet ik ook achterkomen van wat de fuck gebeurt er allemaal in deze episode, of in de server. Want ik heb geen idee hoe Hexit in elkaar zit. Yeah, getting an upgrade. Het wordt al, joh, wordt dat weer donker? Nee, toch? Nee, gelukkig niet. Valt wel mee. In ieder geval, ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Ik vind het heel spannend. En je ziet die textures in één keer de muur uit de grond schieten. Dat vind ik wel leuk. Dus ik kan in één keer kool gaan minen. Ik heb nu stone gepakt. Gemaakt even snel. Dan kan ik sneller stone minen. En ja, zo krijg ik gewoon sneller spullen. En ik wil gewoon proberen... What the fuck, redstone hier al? Het is even een gek gebouwtje, man. Ik ben echt in een rare spawn gespawnd, jongens. Er is sneeuw naast de jungle. Oh, dat is ook al heel raar. En hier spawnt gewoon een hele blokkentoren met... Ik zie iron hier, heb ik net opgepakt. Ik zie cobblestone. Redstone, ja, sowieso stone. Echt, heel kool. Fucking raar, jongens. In ieder geval, ik ben er blij mee. Ik bedoel, je hoort me niet klagen erover. Ja, let's go, kan ik nu ook pakken nog. Maar ik heb in ieder geval al redstone. Dat is wel chill. En ik heb dit al gefixt. Dus ik ben tevreden. Ik denk dat ik iets meer hout wil hebben. Of is dat nog niet nodig, denk ik. Ik heb er nog 13... ik heb nog 13 wooden planks. Dan kan je nog stiksel maken. Nee, ik heb genoeg hout voor nu. En ik heb namelijk al een huisje. Het is niet donker. Oké, dat is modder. Ik dacht, het is donker. Misschien is het een gigantische cave. Maar het is geen cave. Maar ik denk dat het wel een slim idee is om hier mijn huis te bouwen. Als ik mijn map druk, zie ik echt... What the fuck is dit voor soort land? Zie je dat? Hier ben ik nu. Dus is ijs. Hier is de jungle waar ik geweest ben. En hier zit gewoon... In één keer iets heel anders. Hexed biomes. De Hexed biomes zijn gewoon heel ziek. Heel anders dan normaal. Dus we gaan even
Nou, ik ga niet op avontuur. Ik moet eerst sowieso mijn baasje even een keer fixen. En die heb ik daar staan, het kleine huisje, midden in de sneeuw. Maar ik weet niet of een sneeuwbiome wel is wat ik zoek. Ik bedoel, sneeuwbiome is altijd een beetje saai. Maar misschien is het handig om te gebruiken om op te starten. En die andere biome is niet zo heel ver weg. Dus ga ik zo meteen ook maar even kijken, denk ik, meteen. Waarom ook niet. Weet je, als ik hier blijf, heb ik er ook niet zoveel aan de hele tijd. Als ik alleen maar hier ga blijven campen, is ook saai. Dus ik denk dat ik eerst even... Ik zie ook een varken daar lopen. En ik even een soort ga maken. Een soort. Dan doe je het ook weer. Heb ik sticks voor nodig. Dankjewel. Een stick. En dan 2 cobblestone erboven. Dat betekent dat ik een stone soort heb. Goed, ik ga deze iron ore gewoon bij me houden voor nu. Zit er nou echt een prijs bij? Voor hoeveel kan ik verkopen? Nee. Zit gewoon bij... welk nummer het is. Oh ja, ik zie het al. Het is gewoon de nummer, het nummer van de plaats. Zal ik die pinguïn aanvallen? Ik weet het niet. What the fuck? How are you back? Hier. Kool, kool. Heb je pinguïn vlees? Heeft pinguïn vlees? Nee, ik dacht al. Jammer. Ja, misschien krijg ik pinguïn meat, weet je. Nee, helaas. Ik zie wel 3-4 pigs. Die wil ik wel killen. Ik denk in ieder geval 2 ga ik vermoorden. Oké, okay, varkensvlees. Sorry, varkies. Het spijt me, jongens. 4 varkensvlees, die kan ik zo meteen in de oven stoppen. Moet ik eerst even een oven maken. Dan heb ik in ieder geval eten voor zometeen. Dus ik ben in ieder geval niet aan het uithongeren zometeen. En dan ga ik even richting die donkere biome lopen. Ik wil ook kijken wat hier is, want het ziet er heel raar uit. Dus we gaan eerst even richting de donkere biome. Hier beneden, ik denk dat dirt of zo'n biome is. Weet ik veel. Het ziet er dan helemaal heel raar uit. Ik vind het allemaal heel bijzonder. Hè? Ik bedoel, heel veel mensen jullie spelen vaak van die texture packs, die mod packs. Ik doe dat dus echt gewoon nooit. Ik bedoel, het is gewoon niet... bij mij er nooit op toegekomen om dat te gaan doen. Nou, oké, ik neem 4 torches mee, want ik zie hier een mooi tunneltje. Dus als je naar beneden gaat, altijd links houden, jongens. Dat is de tip voor vandaag. Altijd als je gaat minen. Als je naar beneden gaat, torch altijd links plaatsen. Dat betekent als je de torch aan je rechterhand hebt, dat je weer terugweg naar boven krijgt. Zo raak je dus niet verdwaald. En hier zie ik in één keer een gat in de grond. Dat is bijna erin gevallen. Blijf spannend, hè, jongens, al die creepers en shit. Ik weet niet of er creepers zijn in een Hexit of zo, hoe en wat. Maar dit is een creepy gat. Waar ik niet zo vrolijk van word. Zie je? Laat die iron vallen. Laat maar. Ik skip die iron. Ik ga er niet moeilijk voor doen. Het is een klein kratertje. Nou, fuck it. Ik heb in ieder geval een iron eruit kunnen pakken. Dus daar ben ik wel tevreden mee voor nu. Ik heb nu 6 iron. Dat is al heel wat. Ik kan al iron sword maken zo snel mogelijk zo meteen. Dus dat is fijn. En what the fuck is dat voor biome? Holy shit. Die muziek ook echt. Hele relaxed muziek. En ik kom... Fuck die penguins, man. Die penguins zitten aan te kijken. Van derp, derp. En ik zie daar een hele mooie... Nog een penguin. En what the fuck is dit voor een soort biome, bro? Wat is dit? Ik ga het even hakken. Ik ga kijken wat het is. Ik wil weten wat het is. Wat is dit voor bullshit? Oké. Okay. Red cobblestone? Wat? What the fuck is dit? Rode cobblestone. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nooit... Wow, check die shit, ouwe. Ik zeg, ik zie diamond. Ik zie diamonds in de muur. Nu al. Oké. Okay. ik heb het wel aan mijn zin hier in de Exit. Ik bedoel, diamonds in de eerste episode. YOLO swag, bro. Nou, ga even kijken. Maar ik kan er helaas nog niet minen. Mijn iron pickaxe voor nodig. Dus ik ga eerst sowieso even stone fixen. En dan ga ik je terugkomen later natuurlijk voor de diamonds. Nou, ik heb meer iron kunnen vinden. Oh, kijk jongens. Heerlijk. Die pinguïn zit dat. Oh, je kop, jongen. Ik ben benieuwd of het rode redstone te vinden is allemaal, want ja, het is allemaal helemaal nieuw en spannend. En ik zie gek gras of zo. Oké, ik zie allemaal, oh kijk, sheep, schaapjes. Dus ik kan binnenkort een bed maken. Of ik ga dat denk ik meteen doen. Weet je waarom, ik kan er probeer te, ja, fuck it. Sorry bro, hoeveel heb ik nodig? 3 wol. Oké, ik heb 1 wol nu. Oh man, lijkt alsof het donker wordt, maar... Hey, ik krijg een hartje. 3 wol. Oké, okay, ik kan in ieder geval een bed maken zo. Wat is dit voor beest? Wat is dat? Armadillo. Een gordeldier. Holy crap, dat is cool. Nou, voor nu... Ik zag er boven iets lopen. Ik ga kijken wat het is. Ik weet niet of het slim is wat ik ga doen. Ik weet eigenlijk... Misschien zo lang was dat wel een creeper. Maar ik zag iets groenigs. Ik weet niet, het is wel donker aan het worden. Ik weet niet of het... Ah! We gaan op avontuur deel. Ik vind het helemaal leuk. Ik ga even kijken wat het allemaal was boven. Zo. So, what's up, bro? Ik zag iets boven hier bewegen, toch? Daar. Nog een armadillo. Creepy beest. Daar zit nog wel aan te kijken. Dat geluid ook. Het is echt niet te vertrouwen, zoiets. Zo'n geluid. Het is echt te creepy voor woorden. Oei, dat is 1 hartje al weg. Ik zie iron liggen. En het wordt donker.
Ik denk dat ik hier morgen ga kijken. Morgen als in de volgende dag. Ik vind het een beetje spannend om donker rond te lopen de eerste avond. Ik wil niet doodgaan de eerste avond. Dat is een beetje saai. Wow, check het cool op mijn rug. Wow, dat is cool. Check het. Zwaar op mijn rug, bro. Hé, dat is dope. Als ik niet op mijn handen heb, blijf ik op mijn rug. Oh, dit is awesome, bro. Dit is wel echt heel cool. Dit is wel heel gaaf. Dit is echt heel gaaf. Dat moet ik echt, wauw. Dat is echt super dope. Als ik hem niet in mijn handen heb, is het ta-ta-ta-tan-tan. En mijn rug als een echte soldier. Voor nu moet ik even terugtrekken richting mijn kleine huisje. Ik zie gelukkig nog geen creepers. Dus creepers. Creepers of zoiets dergelijks. Dus ik denk dat ik nog even veilig zit. In mijn kleine huisje. Kijk eens. Pliep en plop. Nou, ik ga meteen een bed maken. Dat is volgens mij van planks en 3... Volt, hou je kanus, jongens. Stomme kutvogel. Die pinguïns, jongen. Volgens mij kan je niet lekker slapen hier door die vogels. Ik ga denk ik op het dak slapen. Ben ik dan wel veilig? Ik weet niet of ik veilig ben op het dak. Oké, kan wel dus. Maar ik ga eerst even eten maken. Begin met een furnace natuurlijk. Want dan heb ik een fornuis nodig. Oh god. Hou je kopvogel. Hij blijft gewoon lullen, hè. Ik ga ze op de killen. Morgenochtend, als ik wakker word, jongen, vermoord ik die gozer. Cool, en dan doe ik dus de pork chop erin. Dan krijg ik dus, als ik morgenochtend wakker word, dan krijg ik het lekkerste eten in Minecraft. Dus we gaan even slaapje doen. En het heeft gewerkt. Ik kon dus een slaapje doen. Ik zie dat het pinguïns al. En oké, we gaan weer wakker worden. En natuurlijk is dan een cooked pork chop al klaar. Kan ik er nog eentje krijgen? Ja, nog eentje heb ik nodig. Nou, het gaat lekker snel. Hartstikke goed. Nou, maak ik die. Hopsakee, ik maak meteen even een nieuwe oven ernaast. En dan gaan we op avontuur. Want het is een beetje saai om dat bij elkaar, bij één plek te blijven. Dus ik ga op avontuur. Beginnen die ook hier neer te zetten. Fucking YOLO die shit. Even checken. Ik neem de helft van die kool neem ik mee. De 3. Zet ik daar neer en dus de iron ore erboven. Ik wil wel mijn iron pickaxe meenemen voordat ik op avontuur ga. En waar is die pinguïn? Yo, dude. De hele nacht heb je dat op geschreeuwen voor mijn deur. Wow, hij is groot. Ga je me aanvallen? Fuck you, hij valt me gewoon aan. Hij doet me gewoon damage. Hey, penguin meat. Scrap meat heet dat hier, though. Kijk, daar is een creeper. Dus ik heb wel creepers aanstaan. Ik zie daar ook sheep lopen, als het goed is. Yo, creeper. What's up, bro? Ja, kom maar naar me toe. Come to daddy. Kom dan. Ah, daar gaat hij. En allemaal sneeuwballen en heel veel dirt. Ik vind het altijd fijn als een creeper ontploft in het begin. Dan heb je gewoon dirt. En dirt heb je, is altijd handig als je gaat bouwen. En dat soort dingetjes. Hier is alleen maar sneeuw. Hier is normaal gebied. En ik zou bij het rode gaan kijken. Dat was mijn idee. Maar ik moet eerst even wachten op mijn iron pickaxe die ik zo meteen kan maken. En daar is die gigantische jungle. Dan moet ik ook even kijken of nog daar een cave of iets in die richting is. Dus ik heb nog heel veel te doen in deze episodes. Ik heb nog natuurlijk, wauw, dat is episode 1 deel. Ik loop niet te hard van stapel, hè. Oh, wacht. Kut. Dit heb ik niet moeten doen. Nou heb ik... Ja, fuck it. Ik neem gewoon 3 mee. Wat is dit? Small... What the fuck? Een hart. Holy shit. Ik heb gewoon een hart opgepakt. Dat is echt creepy. Maar, ik heb nu wel mijn pickaxe. Dus daar ben ik heel tevreden mee. En we gaan op avontuur. Ik ga nu on an adventure. Ik neem natuurlijk mijn pickaxe niet in mijn hand. Als ik nu op F5 druk, heb ik mijn pickaxe op mijn rug. Dat is wel dope. En als ik mijn zwaard doe en dan doe... Oh, mijn zwaard op mijn rug. Dit is cool. Oké, wacht. Ik doe mijn zwaard in mijn hand. Zo. Dat ziet er dope uit. Dat is de bedoeling. Ja, yeah, echt een goblino. Een echte goblin met een fucking lijfzwaard op zijn rug. Ik wil even om me heen kijken, jongens. Ik vind het echt creepy. Wat is dit nou weer voor boom? Wat de hel is dat? Drop er iets uit? Meloberry? Een of andere zaad. Cool. Een boekje hier, Materials Show. Getting started. Recipes. Oh, dat is cool. Dat is wel dope. Hey, cool. Je kan allemaal... Alle recepten zien. Dat is cool, man. Hé, hey, dat is dope. Even checken, hoor. Een barricade. Barricade. Oh, dope. Je kan allemaal dingen neerzetten. Toolstation. Toolforge. Oké. Dus in plaats van een crafting table krijg je dus dat. Dat ziet er ook leuk uit. En... Oreberry. Oké, dan. Oké, dit is wel dope. Dit is wel dope. Maar goed, het ziet er wel vet uit. Dus het hek zit. Ik had het veel eerder moeten doen, man. Nou, ik ga natuurlijk richting de diamond die ik gevonden had. Die zit hier ergens beneden onder mij. Tuurlijk, ik ruik die diamond gewoon al. Kom hier. Gelukkig viel ik niet met damage.
Waar is de diamond gebleven? Hallo, diamond. Wat? Daar, ik wil wel zeggen. Ik zei dat ik hem rook. Ik wil mijn diamond hebben, bro. En dan ga ik hier net over de boven toe. Voor mijn iron pickaxe. En de eerste diamond van de serie is binnen. Dude, we zijn nog eerste episode. En ik heb fucking diamonds gevonden. Hoe awesome is dat? Oké, dan gaan we kijken of ik nog verder iets kan vinden. Want ik zie daar heel veel iron. Ik weet niet of ik naar boven wil. Of wat het waard is eigenlijk. Ik wil even gewoon eventjes om me heen kijken. Want dit ziet er wel echt ziek uit. Het hek zit allemaal die ores. Ik weet niet wat dit is. Ik denk dat dit gewoon gravel is. Nou. Dit duurt toch even voor de stuk is. Is het zout of zo? Misschien moet ik even... Het is dirt. Misschien moet ik even een nieuwe crafting table maken voor de zekerheid. Dus doe ik het even. Ik heb ook weer hout nodig. Nu al gewoon, hè. En ik wil even kijken of ik inderdaad dus die... Even kijken hoor. Maak ik voor sticks. En die sticks maak ik over in een shovel. Klinkt als iets wat je moet shovelen. Dat hoorde ik. Als een soort zand. Ja, zie je, moet het shovelen. En het is... Aluminium gravel ore. Aluminium. Wow, dat is cool. Nou, aluminium kun je ook leuke dingen mee maken. Volgens mij is polearms en speren en dat soort shit. Ik weet wel, als ik hier op E druk, dat ik allemaal items kan vinden. Wat ik kan maken in de game. Dus dat is cool. What? Holy shit, bro. Hoe maak je dit allemaal? Cool. Het ziet er allemaal awesome uit. Maar ik ga er nu naar kijken. Vind ik niet zo leuk. Hou je... Weet je, ik ga die penguin... Ik word ook de penguin slachter van Amsterdam hier. Oh, fuck you. Ga gewoon dood. Ik ga alle penguins doodmaken die ik tegenkom. Ik heb iets tegen penguins. Ik vind hele leuke beestjes, maar in deze game word ik een beetje gestoord van zo. Oh, oh. Daar heb je weer eentje. Hoi, motherfucker. Wat? Hij juikte me. Oh, dat is best wel veel damage, man. Ait, ik ga kijken. Oh, kijk. Hier zie ik een grot, als het goed is. Nee, niet. Ja, wel. Hier zie je een grot. Dit is allemaal heel donker de hele tijd. Oké, dit is verlicht nu. Door die redstones. Dat is dope. Hier zie ik wel een grot. Daar ga ik even in kijken. Diamonds. Oké, ik denk dat blijkbaar met de... Wauw. Diamonds overal. Ik heb nu al fucking veel diamond. Hoeveel diamonds heb ik nu? Gewoon 4. 4. Eerste episode 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 diamonds in de eerste fucking episode, bros. Yo, ik ben hier tevreden mee. Iron ga ik natuurlijk erbij pakken. Ik ga gewoon even van mijn farm allemaal shit verzamelen. En dan wil ik graag dat jullie reageren nu alvast in de beschrijving. Of in de comments van wat ik moet doen in Hexit. Wat moet ik doen in de volgende episode? Want ik heb echt een flauw idee. Is er een soort baas of... zeg maar wat je leukste vindt in de volgende episode. En dan zal ik het gaan doen. Oké, gold. Ja, ik weet niet of ik gold nodig heb. Of is het wel gold? Klinkt, ziet eruit als gold. Ja, gold is sowieso bullshit. Maar het is wel leuk. Je gaat mooie kleuren armor van. En een spec ziet armor dat dope uit. Vooral gold. Even checken, jongens. Ik vind dat spannend. Weet je, je moet nooit recht naar beneden hakken. Vooral niet als je in de buurt bent van lava. Lava is gevaarlijk, want lava is heet. Oké, even checken hier beneden. Oké, dat kan nog. Oké. Hier wil ik dus niet erin vallen. Daar wil ik dus niet erin vallen. Nee, dat ga ik ook dus zeker niet doen. Check hoor, dan kan ik hier naar beneden. Oh, ijs, oh, water. Oh, kijk, cool. Water gaat op de lava. En ik zie gewoon allemaal een soort ijsgrot. Holy shit, the fuck. Oké, dit is cool, dit is awesome. Ijsgrotten. Dat heb ik niet gezien nog in het echte. Wat is dit voor soort stone, wat is dit? Hé, hey, is glowstone dust, komt er vandaan. Dat is cool. Oké, dit vind ik een beetje spannend worden. Oh, kut, ik moet die ijs niet blijven breken. Want dan krijg ik alleen maar water. En water kan we richting lava duwen. Daar word ik niet vrolijk van. Dus ik wil even... What the fuck? Waar zit ik? Deel. Plaats die torch. Ik ga op avontuur. Fuck it. Eerste episode. Diamonds gevonden. Avontuur aangaan in de ijsgrot. Ja, dat ga ik een andere keer doen. Avontuur aan in de ijsgrot. Dat vind ik een beetje spannend. Dus mensen, als jij een idee hebt wat ik moet doen de volgende episode. Zeg dat vooral. Dan ga ik het meteen doen. Want ik heb geen flauw idee. Ik was nu al spullen aan het verzamelen. Het is normaal de eerste episode spulletjes verzamelen. Maar het gaat wel heel snel aan Hexit. En ik zie dat je ook hier onderdoor kan houden. Ik ga even die redstone zetten. Kijk dan. Oeh, ik vind het zo creepy. Oké, goed. Dan ga ik hier omhoog. Je kan blijkbaar hier onderdoor ook nog. Nee, niet in de stroming. Niet in de stroming. Ik ga die stroming even uitzetten. Ik ga er iets tussen zetten. Cobblestone. Want als ik er niet iets tussen zet, kan ik daarvan in de lava vallen. En dat vind ik altijd, dat is altijd kut, jongen. Als je in de lava valt. Wat is dit nou?
Oké, dat gaat dus niks van stuk. Oké. Ik vind het echt heel vreemd allemaal dat Hexit. Maar ik ga toch naar mijn huisje. Die zit hier, dat is mijn huisje. Denk ik. Even kijken hoor. What the fuck, zie je dit? Oh. Hier zit mijn huisje, dus ik ga daar weer naartoe. En ik denk dat ik daar ook ga afsluiten, de episode. Want ik ben nu al 20 minuutjes bezig. Ik vond het wel leuk. Ik heb het naar mijn zin nog steeds. Oh ja, dan is die XP van die pinguïn. Wat een level 5. Ik hoor een pinguïn. Waar ben je? Waar ben je? Waar? Dat is een armadillo. Hoi. Ga dood. Oké. Okay. Hij droeg iets. Cool. Volgens mij zijn staart. Verder. Als een hoofd. Holy shit. Dat is creepy. Hij droeg gewoon zijn hoofd. Maar ik hoor gekke geluidjes. Ik vind gekke geluidjes gewoon niet leuk. Ja, van die beesten. Oké. Okay? Sorry. Ik vind het gewoon creepy. En als je weer zo eentje durpen. Zie je dat? Hij rolt weer op zijn rug. Schapies. Ik heb al schapies vermoord. Ik heb al een mooi bedje in mijn mooie woning die ik gratis gekregen heb. Hoi armadillo. Hij gaat heel de rollen toch. Super grappig. Armadillo is dus ook gordeldier, hè. Het zijn even, die zoek maar even op. Ik google nu meteen gordeldier. Zie hoe ze er echt uitzien. Niet in-game. Maar ik bedoel, Minecraft is alles blokkerig. Het zijn best lelijke dieren. Ik hoor... Wow, ze doen 2 damage per hit, die penguins, man. Gevaarlijke beesten, penguins. Ik denk dat je een artist niet, niet wil vechten, die beesten hier, joh. Holy shit. In ieder geval, ik ben nu hier boven. En daar is ook nog een grot. En ik heb het rode alvast een beetje bekeken. Penguin! Penguin! Hoi! Zo. Allemaal gek vlees. Dan ga ik gewoon. Ik ga het gewoon overstoppen als vlees. En ik eet gewoon op penguinvlees. Hartstikke goed voor me volgens mij. Of niet, ik weet het niet. Misschien ga ik aan dood. Dat zien we dan wel. Nou, ik ga weer naar mijn kleine huisje. Ik ben echt blij dat ik gewoon een gratis huisje heb, bros. Ga naar binnen. Bloep, bloep. Even kijken hoor. De iron ingots, die zitten vol weer. Nou, ik ga nieuwe ingots erin gooien. Ik heb geen kool. Ik heb heel weinig kool. Dit is heel kut. Nou, ik ga wel de iron er even ingooien. En die cook portion neem ik mee. Heb ik weer eten. En dan ga ik... Kan ik dat niet? Scrap meat erop gooien. Recipes. Ik heb geen recepten ervoor. Oh, kijk. Hier zitten de recepten. Redstone ore. Gold ores kan ik erop gooien. Iron ores. Hout. Oké, je kan echt vet veel erop gooien. Om iets te kunnen krijgen. Dat is dope. Hey, dat is wel cool. Je kan ook mensen shit laten op je houten blok. Kan je het ook gebruiken. Hey, dat is cool, man. Oké, dat is dope. In ieder geval, het begon ook weer donker te worden. Dus ik kan ook weer richting mijn bed gaan in Minecraft. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Laat een groen duimpje achter omhoog als je het leuk vindt. Vertel me wat ik moet doen in de volgende episode. Dan zie ik je graag in de volgende episode. Mensen, dankjewel voor het kijken. En was tot ziens later in. Veel Minecraft plezier. Later.